Om te beginnen wil ik u zeggen dat ik groot nieuws heb. Sinterklaas is namelijk uit Madrid naar Amsterdam vertrokken. Sinterklaas rijdt op een paard. Dat paard is heel, heel erg oud. Het loopt mij een klein beetje harder dan een mens. Het kan natuurlijk wel harder. En Sinterklaas heeft dat op de rechte stukken ook vaak geprobeerd. Maar helaas, het paard wil niet. Bovendien loopt het maar 5 uur per dag. Van 9 tot 12 en van 2 tot 4. Het loopt dus precies in de schooltijd. Het heeft ook 's ochtends een klein speelkwartiertje. Dan speelt het paard. Sinterklaas zit in het gras aan de kant van de weg en wacht tot het uitgespeeld is. Daarna gaat het weer verder. Piet is heel blij met dat kwartier, want omdat het paard iets harder loopt dan een mens, is hij wat achterop geraakt en kan nu op zijn gemak weer bijkomen. 'S middags loopt het paard weer langzamer en dan heeft Piet zijn speelkwartier. Sinterklaas speelt niet. Om 4 uur houden ze alle drie tegelijk mee op. Dan loopt er in de zak van Piet een marsenpijn wekker af. En dan zegt Sinterklaas, voor vandaag zit er weer op. En meteen gaan ze een klein hotelletje in. De heilige man komt binnen, zet zijn staf in de paraplubak, hangt zijn mijter aan het haakje en geeft de kelner een kruisje op het voorhoofd. Daarna zegent hij ook de overige gasten. Vervolgens zet hij zich aan tafel en eet een groot bord warme drop. Daarna nuttigt hij een suikeren hart, een banketletter en ongeveer 12 chocoladebeestjes. Sinterklaas eet altijd met mes en vork en smakt nimmer. Ook zegt hij nooit, dat blief ik niet. Want hij vindt alles lekker. Het is trouwens ook. Als Sinterklaas gegeten heeft, zet hij zijn schoenen voor de schoorsteen en gaat naar bed. 'S ochtends staat hij zeer vroeg op en daalt de trap af om te kijken of er wat in zijn schoenen gereden is. Dit is nooit het geval. Want Sinterklaas is zelf Sinterklaas en kan niet in zijn eigen schoenen rijden. Hij is daar wel een beetje bedroefd over. Maar toch gaat hij elke ochtend weer opnieuw kijken, want Sinterklaas is ook een mens. Dan eet hij zijn ontbijt. Dit bestaat uitsluitend uit strooisel. Soms als er veel gasten zijn, pakt Sinterklaas een handvol pepernoten van zijn bord, gooit die in het rond. Hij maakt er geen gewoonte van. Na 4 weken nadert Sinterklaas de Nederlandse grens. Hij begint dan wat meer te strooien en zingt af en toe een Sinterklaasliedje. Ook begint hij een beetje over de dagen te rijden. Eerst de lage huisjes om erin te komen. Maar dan al spoedig de hogere. En in Breda rijdt Sinterklaas al volop over de daken. Och, het is toch zo'n wakkere, heilige baas. In Weesp stapt Sinterklaas af en gaat de stoomboot verder. Als hij de Westeltoren van Amsterdam ziet, begint hij te huilen. Ik vind dat zelf wel wat kinderachtig, maar hij geeft hem elk jaar weer aan. Want Sinterklaas houdt heel veel van Amsterdam.
Hij haalt als een echte staf tevoorschijn en geeft zijn rijststafje aan Piet. Het rijststafje bestaat uit 3 delen die aan elkaar geschroefd kunnen worden. Piet bergt de 3 stukken in zijn zak en haalt daaruit de echte mijter tevoorschijn. Hij geeft die aan Sinterklaas en vouwt het rijstmijtertje zorgvuldig om. Het rijstmijtertje is van zeildoek met ritssluiting. De echte is van zijde met 3 jaar volle garantie. Ik zal u nu iets vertellen over wat Sinterklaas het doet als hij in Amsterdam is aangekomen. Ook een onderwerp waar, merkwaardig genoeg, ook in intellectuele kringen niet over is nagedacht. Allereerst, waar blijft de Sint Amsterdam als het donker wordt? Interessante vraag. En hoe heet het hotel waar hij 's nachts slaapt? En nu komt er een merkwaardig antwoord, u zult er even van schrikken. Sinterklaas slaapt niet. Zolang hij in Nederland is, gaat hij niet naar bed. Eenmaal in Spanje terug, slaapt Sinterklaas tot half februari uit. Brengt de rest van het jaar in een rusthuis door. Nu komt er een heel belangrijke vraag. Glijdt Sinterklaas wel iets uit? Nee, mijn heren. Nooit. Heiligen glijden niet uit. Heer Pen in de zaal. Eerste zin uit het artikel van professor Pen. Ik had het toevallig meegenomen. Nou ja, toevallig. Ik lees, Pen. Keerpunt 72, het concept voor het progressieve regeerakkoord. En ik denk, wat irriteert mij toch zo? Dat is die leuke inleiding waar de heer Den Uyl net over sprak. Nog een zinnetje. Alle kiezers wordt honing om de mond gesmeerd. Sinterklaas pakt uit of het niet op kan. Laatste citaatje, kan nog best doorgaan, maar dat doe ik niet. Deze tekst. Die eerder de indruk wekt door gewetenloze reclamejongens bij elkaar te zijn geschreven. Gewetenloos, schrijft Pen. Ik zeg het na koele overweging. Want hier wordt de democratie ondermijnd. Hier worden de mensen opgevoed in de politiek van de illusie. Sinterklaas bestaat. Daar zit hij, achter de tafel.